basis. Ik weet dat jij... Jawel, ik ben er toch. Hey. Hey, Kluun. Ja, goedemiddag. Ja, dat ik dat hier nog eens zou zeggen. Wat zou je graag willen drinken? Wat vind jij dat ik moet drinken? Ik heb een goed idee voor jou. Ja? Oké. Okay. Specialiteit van de bestier. Oh, 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 oh. Oké, okay. Klaar ligt de dag. Een lekker koetje. Iemand moet het doen. We gaan gewoon, hoe laat is het? Het is 3:15 middags en ik ga gewoon een koetje drinken. Kaloer met zijn boeken. Oh. Dit wordt een lange dag. Hé, je hebt je Bastille shirt gewoon aan. Ja. Jongen. Dat moet er als je werk weet, hè? Kijk. Hé. Hey. Dan ben je herkenbaar. Oh, kijk eens. Ik zeg, proost. Dit is lang geleden. Nou, voel je hem? Heerlijk, ja, ik voel hem. Ja, ik voel hem. Ik ga een stukje voorlezen uit de Bastille, of over de Bastille. Doe, ik zeg, ik heb het nooit gezegd, maar doe Hazes even zacht. Oké. Okay. Aan de Amsterdamse nachten, de top 100 van het Amsterdamse nachtleven, hebben we de Bastille op nummer 9. In de Bastille begrijpen ze dat niets in het leven zo belangrijk is als regelmaat. En daarom draaien ze al sinds jaar en dag ieder kwartier Hazes. En ze zijn iedere avond geopend, tot voor kort, 365 dagen per jaar. Al 38 jaar, dat is ondertussen al 48 jaar, want het is bestaan sinds 1973. In Voetbal International's vragenvuurrubriek midden jaren 70 antwoordde iedere voetballer op de vraag wat zijn favoriete stapgelegenheid was. La Bastille. Dus dat moest maar zijn. Dat moest wel zijn. En daar zie ik een fantastische collage met allemaal Ajax begin jaren 70. Ook al Jesper Olsen jaren 80, maar dit kwam er allemaal. Johnny Rep, alles, Neeskes, zuurbier uiteraard. Prachtig. La Bastille is een oer-Leidse Pleinse kroeg. Feest, handjes in de lucht, gezelligheid en een bel. Normaal gesproken was ik nu alweer 200 euro warmer, maar goed. Wij draaiden als eerste tussen André van Duin en Imca Marina in gewoon de Jacksons. Vertelt ex-eigenaar Karel Vrolijk. En natuurlijk altijd als laatste plaat. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. En na die laatste plaat verliet de vaste Bastilleganger de kroeg via het bierhok daar aan de achterzijde. Een discrete VIP-achteruitgang, zoals bordelen die ook beloven in hun advertenties. Die achteruitgang is nu dicht. Mensen bleven toch lang hangen in dat bierhok, zegt Karel. Een ander privilege van de Bastille VIP bestaat nog wel. De bonnenplaat, een roestvrij stalen plaat, die ligt dan normaal hier, geloof ik, met alle bonnetjes erop. Waarop keurig de drankbonnetjes van de vaste klanten liggen. Een plekje op die bonnenplaat geeft status in de Bastille. Dringen bij de bar is voor de Bastille pieper. Als vaste klant volstaat het, zelfs op primetime, vrijdagavond zo rond 1, om vanuit je vaste hoek in de kroeg 3 of 4 vingers op te steken. En geluidloos articulerend, want een Bastille barman die kan lip lezen, een barcootje, koetje, Koeberg ijs voor de Bastille vrouwen daarbij te bestellen. De Bastille VIP vervoegt zich alleen aan het eind van de avond even bij de bar om zijn rekening op de bonnenplaat te betalen. En de barmannen, goed zichtbaar voor de Bastillevrouwtjes, een ferme handdruk en een fikse fooi te geven. En in ruil een moddervette knipoog en een klap op de schouders te ontvangen. Hoger op de apenrots kan een Bastilleman niet komen. Feitelijk ligt de Bastille niet op het Leidseplein, maar het is er wel de toegangspoort toe. De adviesroute voor een avondje hardcore Leidsepleinen begint zo rond 10 in La Bastille. In vroege jaren kon men er al rond borreltijd aan de bak. En van daaruit daalt men via de Surprise Bar af voor een laatste shootertje bij het Cooldown Café. En misschien dan nog even naar de bubbels. Het publiek van La Bastille is het oudste. Komen in bubbels vooral studenten en schommelt de gemiddelde leeftijd in een Surprise Bar en Cooldown, zo tussen de 25 en 30 jaar in de Bastille, ligt het zwaartepunt op clubjes mannen die elkaar van de voetbal kennen en op tweede ronde vrouwen. In de 30, gescheiden, zware investeringen in cosmetica en zonnebank in een moedige poging om er iets van te maken. La Bastille wierf faam met de slag om de Bastille. Dat was niet een evenement met veel bloedvergieten in Frankrijk, maar het jaarlijkse feest van La Bastille waarbij liters en liters bier werden vergoten. De sherry bodega hiernaast werd gebruikt als VIP room. De eerste slag rond de Bastille vond plaats op 14 juli 1973. Houd het een beetje rustig, zei de politie. Doen we, zeiden ze bij La Bastille. Er kwamen een aantal mensen op af
waar ze bij de AFAS jaloers op zouden zijn. In 1989 ging de slag aan zijn eigen succes ten onder. Het werd Bloedje Link met enkele tienduizenden mensen op de dekschuiten op het water. Hier hangt hij, hè? Of dit is hem eigenlijk. Mag ik hem even vastpakken of is het heilig? Eens even kijken, man. Dus dit was de slag. Die heb ik nooit meegemaakt. Toen was ik 9. Ja. Maar je ziet, dit is denk ik, hoe oud zou dit zijn? Jaren 80, hè? Zo te zien in de mode. Geen mobiele telefoon. Geen mobiele telefoon, ja, verrek. Iedereen is nog vol met aandacht. Ja. Hey, en dit, dus die mensen staan op waar, er ligt één ponton daar aan de overkant. Ja. Maar dit lag helemaal vol met pontons. Ja, het is van hier helemaal. Want wij staan hier nu, hè, zeg maar. Dit is, ja, dat is de hoogte van dit. Ja, mooi, hè? Prachtig. Ik beloof je de volgende keer dat ik hier ben, ga ik het nog een keer doen. Ja, dat moet. En dan, dan zal het me meer kosten dan nu. Nou, mag ik nog één keer? De eerste is van de Bastille volgende keer. Kijk. Dat is afgesproken. Dat is goed. Ik ga er nog één keer aan hangen. Alleen het geluid, alleen die beweging al. Helder. Ah, heerlijk. Ja. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.